Zo, ik sta hier bij de Eremurus, een gigantische bloem die ik echt zeker even wilde laten zien aan jou. Ze noemen deze bloem ook wel eens naald van Cleopatra. En als je goed kijkt, dan snap je heel goed waarom de naamgever deze naam aan deze bloem heeft gegeven. Het is werkelijk waar, een plaatje als een soort van vuurpijl springt die uit de grond. En al die bloemetjes die gaan ogen, totdat ze helemaal bij het puntje zijn. En door de wind is die dan een beetje gaan kantelen. Als je verderop ziet, staat ze nog mooi recht overeind. En het is gewoon een plaatje. En dat bloem zo lang kunnen worden. Ik ben 1,80. Nou, ik vind het echt geweldig. Het is heel bijzonder hoe deze wortels ook groeien in de aarde. Want het is, de wortels die zijn zeg maar als een uiteen gaan vouwen in het vis. En ook best wel groot. Zo groot zijn ze ongeveer. En die plant je dan in de aarde, ongeveer 5 centimeter diep. Nou ja, en dan krijg je dit er dus uit. En ik vind het echt meesterlijk. En nou ja, dat het zo in mijn tuintje groeit, vond ik heel te gek. En vandaar dat ik het even met je deel. Mijn naam is Nelleke Bontje van Floralist.nl.